Spannend, hè? Nou, hè? Ik voel me helemaal volwassen nu. Nou, kleine meisjes worden helemaal gaan. Grote meid nu. Goedemorgen, super leuk dat je kijkt naar deze nieuwe vlogmas. We zijn vandaag aangekomen bij dag 18 en het gaat zo mega snel. Het is echt niet normaal, maar goed. Vandaag ga ik iets heel erg spannends doen en ook wel iets heel erg leuks. En ook wel iets wat ik nu een beetje moeilijk uit kan leggen, maar ik ga me inschrijven bij de Kamer van Koophandel met mijn YouTube kanaal en Instagram. Omdat ik natuurlijk wel eens campagnes doe en zo, dus ik verdien ook wel geld nu. En ja, dan moet ik me toch wel even gaan inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Ook voor belasting en zo. Wat aan de ene kant natuurlijk wel een beetje stom en vervelend is. Maar aan de andere kant, ja, het moet wel. En het is gewoon iets, ja, I don't know. Het voelt ook alweer heel officieel. Een soort van dat ik dan mijn eigen bedrijfje heb. Eigen ding en ZZP'er. En nou ja, klinkt heel officieel allemaal. Maar goed, dat ga ik eigenlijk doen vandaag. Moet ik helemaal naar Amsterdam om even een handtekening te zetten, maar oké, prima. En dan vanmiddag ga ik editen, want ik ga bijna op vakantie en ik moet nog wat video's inplannen. Dus dat is mijn planning voor vandaag eigenlijk. Ja, maar dat verkoop je uiteindelijk. Ja, maar wel met je eigen ontwerp. Ja, nee, maar dan valt het wel. Dus doen we die erbij. Yes. Nou, jongens, ik sta ingeschreven hoor. Dus dat is even leuk. Helemaal top. Nou, ik sta ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. En ik wist echt niet wat me te wachten stond net. Maar het was echt zo klaar. Dus gingen eventjes wat alles checken en dan ondertekenen. En ja, nu sta ik ingeschreven. Helemaal leuk. Spannend, hè? Nou, hè? Ik voel me helemaal volwassen nu. Nou, kleine meisjes worden helemaal grote meid nu. Oh, jeetje, wat erg. Ik ben echt al de hele middag aan het editen. Letterlijk vanaf 1 uur. Het is nu 4 uur en ik heb gewoon niks meer aan jullie laten zien. Maar ik ben dus al de hele dag aan het editen, want ik ga natuurlijk bijna op vakantie en ik moet allemaal video's nog inplannen. Dat had ik volgens mij in deze vlog al verteld. Maar oké. Dus ja, dat ben ik nu aan het doen. En ja, dat was flink nodig. Maar ik moet nu heel eventjes een pauze nemen. Want ik moet even een pakketje op de post doen. En ik hoop dat het nog open is. Ik ga nu kijken tot hoe laat die winkel open is. Want ik weet ook echt helemaal niet tot wanneer ik kan versturen. Ik hoop dat dat gewoon de hele dag kan. Even checken. Ik moet niezen. Oké. Maar goed, dat ga ik nu even doen. Ik heb echt helemaal geen zin, want het is koud buiten. Maar goed, let's go. Ik heb net lekker gegeten en ik ga nu weer even verder editen. Ik moet straks sporten. Ik heb zo geen zin, maar ik ben echt al 3 weken niet geweest of zo. 2 weken. Nee, 3 weken. Ja, ik ben echt 3 weken niet geweest. Ik moet echt vandaag, want ik ga op vakantie volgende week. Dus ik heb, ja, weet je, het moet gewoon. Dus, ja. Maar echt, ik heb er zo geen zin in. Het is echt niet gezond gewoon. Ik ga nu weer even verder met editen. Want dat moet ook gebeuren. Ik moet trouwens ook echt mijn koffer gaan inpakken, want ik ga dus morgen de hele dag weg. En woensdag komt er een vriendin van me. Dus ja, misschien dat ik vanavond alvast even wat dingetjes bij elkaar zoek. Op zich heb ik het wel zo gedaan hoor, maar ja, komt goed. Nou ja, in ieder geval, ik ga nu even verder editen. Nou goed, ik ben even de video's aan het inplannen. En vanmiddag om 4 uur, het ligt er natuurlijk aan hoe laat jij dit kijkt. Maar in ieder geval is er vandaag een tweede video online gekomen. Samen met Sabrina, dus ga die zeker even kijken. Het is een Q&A en het is een kerst Q&A. En hij is echt super gezellig geworden, vind ik. Dus ik zou het heel erg leuk vinden als jullie die willen kijken. Dus ga dat zeker even doen. Hij staat om 4 uur online op mijn kanaal. Als je dit in de ochtend kijkt en als je dit in de avond kijkt, staat hij dus al online. Dus ga zeker even kijken en mocht je dit in de ochtend kijken, dan hoop ik dat je vanmiddag gaat kijken. Lijkt me heel erg leuk. Dus ja, dat wilde ik even melden. En nu moet ik zo meteen alweer omkleden. En dan moet ik straks weer sporten. En ik heb er zo geen zin in. En oh, ik heb er echt geen zin in. Maar goed. Nou, ik heb dus gesport. I'm proud of myself. Je kan het ook wel zien aan mijn wangetjes. Maar het was echt best wel leuk. Want we gingen zeg maar workouts doen op kerstmuziek. Dus ik heb zo hard gelachen. Echt, dat was echt niet te doen. Sporten zelf vond ik niet zo leuk, maar ik vond de kerstmuziek wel heel leuk. Dus ik was echt aan het genieten. Maar goed, ik ga nu even lekker douchen. Ga ik straks alweer naar bed. Want morgen word ik best wel vroeg opgehaald. Of nou ja, vroeg. 9:30. Dus niet heel vroeg. Maar goed, ik bedoel, ik word wel gewoon op tijd opgehaald. Want morgen ga ik mijn nagels weer laten doen. Lukt het, Tim? Moet ik je even helpen? Zet je vast. Zet je vast.
dus lieverd. In ieder geval, dus morgen word ik opgehaald en dan ga ik mijn nagels laten doen. Maar we moeten helemaal naar Deventer, want daar woont mijn nagelstyliste. Normaal komt ze altijd hierheen. Maar nu gaan we een keer naar haar toe. Samen met mijn oma. Dus dat is very gezellig. Maar wel, we moeten wel dus even in de auto en zo. Maar goed, ik ben veel te lang aan het praten. Ik ga nu douchen, want ik moet straks ook nog deze vlog bewerken. Het is nu al 9:30. Dus ik kom net uit de douche, zoals je kan zien op mijn ogen. Oh mijn god, wat erg. Ik vergeet altijd mijn make-up eraf te wassen onder de douche. Ik weet niet of meerdere van jullie daar last van hebben, maar ik vergeet het altijd. Ik bedenk nu dat ik ook nog steeds mijn tanden moet poetsen. Dat wilde ik eigenlijk onder de douche doen, maar dat ben ik vergeten. Maar ik moet even wat kwijt. Want ik merk heel erg dat ik nu een beetje op het punt van vlogmas ben aangekomen. Dat ik eigenlijk niet echt meer veel vlog. Of tenminste ook niet echt boeiende dingen laat zien voor mijn gevoel. Misschien ook wel, alleen ik heb dat meestal pas door als ik ga editen. Ik heb nu zeg maar het idee dat ik vandaag eigenlijk helemaal niks bijzonders heb gefilmd. En dat is op zich ook wel zo volgens mij, maar goed, ik weet niet. En ik ben heel erg aan het nadenken hoe ik het volgende week tijdens wintersport wil doen. Ik weet gewoon niet of het me gaat lukken om elke dag een vlog vol te krijgen. Omdat ik vind het gewoon lastig om continu te vloggen. Als ik met mijn familie ben. Want ik vind dat gewoon ook niet leuk. Ik wil gewoon genieten van wat ik aan het doen ben. En ja, ik vind het eerlijk gezegd best moeilijk om straks mijn vlogmas in Oostenrijk te doen. Kan ook best zo zijn dat ik in Oostenrijk zeg maar 2 dagen bij elkaar voeg. Dus dat jullie niet elke dag een vlog hebben. Maar dat jullie af en toe een vlog hebben met 2 dagen. Maar ik wil wel de vlogmas volmaken. Ik wil wel zeg maar elke dag blijven vloggen. Alleen ik weet niet of ik ook elke dag kan uploaden. Dat zeg ik nu gewoon maar even. Dus als jullie nou niet volgende week, of nou ja, eigenlijk deze week al, video's zien verschijnen, dan komt het nog. Want ik ga het echt wel afmaken, deze vlogmas. Maar misschien niet meer dat ik elke dag upload. Ik weet het niet. Ik weet niet hoe het gaat lopen. Misschien wel. Misschien dat ik gewoon wel vlogs vol krijg. Struggles. Maar goed, in ieder geval. Ik ga jullie nu snel verlaten, want jullie willen hier natuurlijk ook niet naar kijken. Dus heel erg bedankt voor het kijken naar deze vlog. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En dan zie ik jullie hopelijk morgen weer. Doei doei!